Dag lieve mensen van het Zonnehuis Bovenkerk, hoe gaat het met jullie? We hebben elkaar al een tijd niet gezien. Hier volgt een berichtje van mij en van Ada die hier naast me staat. Dag! Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. Langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen. Nu lopen we naar richting Bovenkerkse kerk, die hele grote toren die je daar ziet staan. Prachtig zoals die daar in de zon staat. Mooi gezicht. Bekende plek, hier komen we ook vaak. Dat weten jullie wel. Hè? Hier komen we vaak en dan gaan we van hieruit of terug door het dorp. Of we lopen even een klein stukje door en dan komen we in het Amsterdamse bos. En dat is ook echt heel mooi, juist in deze tijd wordt het steeds mooier. En straks als we weer allemaal naar buiten mogen, dan zul je zien, dan bloeit het allemaal en dan groeit het allemaal. En dan zie je eendjes in de sloot. Het, overal is leven en overal ziet het er mooi uit. Dan gaan we het Amsterdamse bos in. Ik zie het begin van het Amsterdamse bos. Dat is niet zo ver weg van ons vandaan. Met een klein wandelingetje. En dan ben je al in het mooiste deel van Amstelveen, het Amsterdamse bos. En dan lopen we straks even naar de kerk toe, achter de kerk langs. En daar zien we dan hoe mooi het allemaal is en hoe het allemaal al begint te groeien en te bloeien. Zien we, dan loop ik nu naartoe, die hoge brug. En dan altijd een beetje moeilijk voor als we met de rolstoelen zijn en zo, want het is tamelijk moeilijk om er tegenop te gaan, maar meestal lukt het nog wel hoor. En dan zal ik laten zien, kijk, dan zie je rechts of links, ik zeg rechts, maar het is links, zie je de grote poel. En dan kijken we op het dorp Amstelveen. En we hebben het zicht op het gemeentehuis en daarachter de Anna-kerk. En een stukje verderop zien we het gebouw van de KLM. Er is van alles hier te zien. En aan de andere kant kijken we en dan zien we dan, hebben we gezicht op de Bovenkerkse Urbanuskerk. Dan hebben we een klein stukje gelopen van de wat langere wandeling die we soms maken achter de kerk langs. En dan kom je, maak je een hele grote bocht en dan kom je weer uiteindelijk weer uit in het dorp. Maar dat ga ik nu niet doen, want je mag eigenlijk niet zo lang buiten blijven. Alleen als het echt nodig is en als je even een luchtje moet scheppen. Nou, dat heb ik dan gedaan. En ik heb jullie even meegenomen op mijn tocht door Bovenkerk. Dat hebben we gezien. Ik ben begonnen bij jullie huis, bij het Zonnehuis Bovenkerk. En daar troffen we heel aardig, toevallig, ook Tessa. En die heeft ons wat verteld dat het heel goed met jullie gaat. En dat vind ik fijn om te horen. En ik zal het ook tegen andere mensen zeggen die met jullie meewandelen vaak. En ik zal zeggen ook dat ze de groeten van jullie moeten hebben. Want die heeft Tessa
ons gegeven. En nou, die groeten doen we natuurlijk terug. Ik kan wel zeggen dat we jullie missen. Dat is wel zo, want als het dinsdagochtend is, dan wil ik toch graag met jullie gaan wandelen. Want ik heb er vaak zo'n plezier in. Ik vind het leuk om met jullie te praten. Ik vind het leuk om met jullie een liedje te zingen, als het zo kan. Om dingen te zien. Mooie dingen in de natuur, in de tuintjes in Bovenkerk. En nou ja, dat mis ik eigenlijk wel. En ik denk jullie ook wel, maar het komt allemaal weer goed. We zullen elkaar op een gegeven moment weer elkaar meenemen door het dorp. En elkaar heel, heel leuk met elkaar naar de leuke dingen van Bovenkerk, mooie dingen van Bovenkerk kijken en daarover praten. Oké, dag.